Wat wij u vandaag gaan presenteren, en het zal als het goed is zo op de schermen te zien zijn, zijn de resultaten op hoofdlijnen van het onderzoek van het EemHuis, de kostoverschrijding van het EemHuis, zoals we die thans zien. Onze presentatie gaat over de aard en de omvang van de financiële situatie in het project van het EemHuis. Daarbij is het wel goed om vooraf te melden dat alle andere thema's, feitenrelaas en waarheidsvinding, geen deel uitmaken van ons onderzoek, maar onderwerp zullen zijn van een ander onderzoek, namelijk het raadsonderzoek. Het cijfermateriaal dat we vanavond op hoofdlijnen weergeven, soms ook weglaten, doen we om de concurrentiepositie van de gemeente Amersfoort op voorhand bij een aantal besluiten en een aantal zaken die nog georganiseerd moeten gaan worden, niet te schaden. De detailinformatie zullen wij aanbieden in een vertrouwelijke rapportage volgende week donderdag. Verder wil ik op de voorhand aangeven dat er een volledige, constructieve en prettige samenwerking is ervaren met de gemeentelijke organisatie en de bouwprojectorganisatie. De kostenconsequenties van de inpassing van CADE zijn voor het grootste deel gebaseerd op de bouwkosten. Bouwkosten die geraamd staan op 6,4 miljoen 63.000 euro. Daarvoor worden bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Gevels, constructies, vloeren, wanden en de afwerking om dadelijk de inpassing van CADE mogelijk te kunnen maken. Wij stellen vast dat de bandbreedte van de risico's die er nog zijn en de ruimte binnen de kostenopgave en de reserveringen waaruit dit bedrag is opgebouwd, dat die bandbreedte eigenlijk nul zou moeten zijn. En waarom? Omdat we zien dat de weergegeven kosten, zoals die er nu liggen, en op een aantal onderdelen nog prijzen en bedragen bevatten die de aannemer heeft opgegeven. Dat op onderdelen daarvan er prijzen zijn die volgens ons wat aan de hoge kant zijn. Dat er gemaakte reserveringen zijn die je, als je die als taakstelling gaat uitmanagen, dat je daar wel mee uit zou moeten kunnen komen. Dat er in het programma, oftewel de kwaliteit van wat er precies gerealiseerd moet worden, nog een aantal zaken ongewis is, wat dus ook weer risico's met zich meebrengt. Er zijn dus nog veel risico's. Doorgaan met CADE betekent dat we weer terugkomen met die 8.471.000 euro plus 1.990.000 euro. Meneer Buitelaar, de belangrijkste bevindingen uit het rapport wat u betreft. De belangrijkste bevindingen zijn dat de eerder afgegeven kostenoverschrijdingen eigenlijk bevestigd worden. Ik zou zeggen helaas, maar dat is niet anders. Een andere belangrijke bevinding is ook dat er ook een extra overschrijding is die niets te maken heeft met het besluit inpassing CADE, maar daar los van staat. En dat is eigenlijk een besluit wat in de vorige collegeperiode is genomen, maar die dus nu wel doorwerkt. Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste bevindingen als we het hebben over het EemHuis. Als ik kijk naar de doorlichting grote projecten, dan constateer ik grosso modo dat het op orde is, maar dat er uiteraard wel verbeterpunten aan te brengen zijn. Nou, die zullen wij als college, daar zullen wij maatregelen voor nemen om die ook door te voeren. Er is een behoorlijke overschrijding. Dat was in eerste instantie een teleurstelling en nu een geruststelling dat het niet meer geworden is. Ik raak niet gerustgesteld van kostenoverschrijdingen. Ja, als je ergens blij mee moet zijn, dan is het dat het niet meer is geworden. Dat punt. Dat was mijn vraag. En daarnaast zag ik bij de andere lopende projecten, daar is een deel van uitgegeven en er is nog een behoorlijk deel uit te geven. Klopt. Zou het in de toekomst nog zo kunnen zijn dat daar gekeken wordt in hoeverre ook daar nog bezuinigingsposten te vinden zijn, waardoor de tegenvaller op het EemHuis? Dan gaan we eigenlijk al naar de oplossing toe. Het is zo dat is het mooiste, hè? Oplossingen. Dat is inderdaad het mooiste. Maar wat ook meegegeven is dat sommige grote projecten, daar zijn externe subsidies voor afgegeven.
Ja, op het moment dat we die natuurlijk op een andere manier gaan inzetten, dan zegt de subsidiegever van dat gaat niet door. Dus daar is geen bezuiniging op te halen. Die zijn ook met eerdere besluiten geoormerkt geld. Ja, dat is, ja, tenzij we alles op zijn kop gooien, maar dat zie ik niet zo snel haalbaar. Jullie hebben nog geen idee of idee richting waar dan straks uiteindelijk dat tekort toch vandaan moet komen? Ja, we horen nu de resultaten voor het eerst, maar uiteraard is het denken niet gestopt nadat we de opdrachtverstrekking hebben gedaan. Maar wij zullen wel snel met voorstellen komen, even afhankelijk van de uiteindelijk te maken keuze, want die bepaalt uiteindelijk ook de dekkingsomvang die nodig is. En wanneer gaat de Amersfoortse burger daar kennis van nemen? Wat is de inschatting? Ik hoop, maar het is even afhankelijk of we snel met de Raad tot nadere detaillering kunnen komen. Waarin de Raad ook een besluit neemt rondom de scenario's. Daar zullen we met z'n allen goed over moeten debatteren. Maar ik verwacht binnen een maand dat daar verdere duidelijkheid over gegeven kan en moet worden. Dat is ook een van de adviezen die E.T. Osborne ons mee heeft gegeven, het externe onderzoeksbureau. Meneer Van Muilenkom, gerustgesteld? Gerustgesteld, nee. Ik heb alleen maar een getal gehoord dat het geen 9 miljoen is, maar 10,5 miljoen. En voor de rest heb ik alleen maar heel veel vragen. Dus dat dit nou de bijeenkomst was waar we de duidelijkheid kregen, dan is mijn antwoord nee. Wat had u willen horen? Nou, wat ik had willen horen, we hebben natuurlijk AT Osborne ingehuurd omdat er zoveel vragen waren. Vragen van, hoeveel kosten zijn het? Wat is nou al afgesproken? Kunnen we dingen terugdraaien? En wat ik nu hoor is eigenlijk een algemeen verhaal, 10,5 miljoen. Vragen we hebben nog niet kunnen stellen. En het gaat natuurlijk om van wat zit er eigenlijk allemaal onder voor getallen. Kunnen we daar nog aan sturen? Kunnen we daar nog aan bijstellen? En daar hebben we geen antwoord op gekregen. Dus ik kan er niet meer van maken dan dat ik voordat ik hier de zaal inkwam. Dus u heeft in ieder geval uiteindelijk duidelijk gekregen dat het iets meer is geworden, zoals de slager dat meestal zegt. En daarnaast de vragen die u had gesteld of had willen stellen, die konden vanavond nog niet beantwoord worden. Nou ja, ik heb eigenlijk drie dingen gehoord, wil ik zeggen. Eén ding is 10,5 miljoen, terwijl we eerst al over 9 miljoen praten. Nou, dat is één. Een ander punt is dat er gesproken is over het Eemhuis. Dat kan allemaal nog bij 10 miljoen blijven of 10,5 miljoen. Maar dan moet er wel geborgd en gestuurd worden. Toen dacht ik al van ja, als er één project is waar nog niet geborgd en gestuurd is, dan is het Eemhuis volgens mij. En een derde punt was, we hebben nog de andere projecten in de stad gehoord. En die lopen allemaal op rolletjes. Dat moet een hele geruststellende gedachte zijn. Dat moet een hele geruststellende gedachte zijn. En dan denk je van, en hoe kan het dan dat als al die andere projecten zo goed lopen, dat dit ene project zo uit de klauw is gelopen? Hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Hoe kan het dan, ja. En daarom, daar hebben we natuurlijk dat bureau ingehuurd om daar duidelijkheid over te krijgen. Want u heeft geen flauw idee? Of heeft u uw vermoeden? En nou ja, dat... blijkbaar zijn er dingen gebeurd. Drie weken geleden heb je ook een discussie gehad dat er al meer werk is verricht. Meer dan dat de Raad heeft toegegeven. 27 miljoen hebben wij gezegd. Er was meer. Conclusie was wat ik nu hoorde. Er is ondertussen al meer uitgegeven dan het budget was. Men is niet naar de Raad teruggekomen om te zeggen, ik heb extra geld nodig. Nou, dat gebeurt u nog wel eens, hè? Dat er al iets uitgegeven is waarvan u zegt, daar had ik graag over mee willen praten. Nou, we hebben dat aangekaart twee keer geleden met SP samen. En toen kregen we geen antwoord, want dat kon allemaal nog opgelost worden mogelijk. Nou ja, je kunt zeggen dat is een hele voorzichtige conclusie die we van vanavond kunnen trekken. U wordt geacht te controleren. Lukt dat op deze manier? Nee, ik heb niks kunnen controleren, want ik heb alleen maar gehoord dat er nog een vertrouwelijke bijeenkomst komt. Dus of het nou leden van de pers zijn of leden van de Raad. We hebben nog heel veel vragen. We hebben die vragen nog niet kunnen stellen. Die kunnen we nog wel stellen in een vertrouwelijke bijeenkomst. Kunnen we ze ook niet delen met de bevolking die ook heel veel vragen heeft over die 10,5 miljoen. En wat ik van AT Osborne, en binnen een maand moet je potverdorie wel een besluit nemen, want anders gaat het nog verder uit de klauw lopen. Ja, maar dat is natuurlijk ook prettig, want de mensen vinden al vaak dat het zo lang duurde in de politiek. Dus als we nou eens snel een besluit nemen, dan hebben we dat in ieder geval snel gedaan. Nou, dat is helemaal waar. Alleen dan moet je zo snel mogelijk ook alle onderliggende stukken hebben, dat je kunt bekijken, met elkaar een discussie over kunt hebben en wat je wil. Het argument dat een deel natuurlijk toch vertrouwelijk moet blijven vanwege de onderhandelingspositie die anders in gevaar komt, dat is toch een redelijk argument? Dat is een redelijk argument. En daarom is het eigenlijk zo van dat we volgende week donderdag dus blijkbaar al onderliggende stukken hebben. Dan denk ik van, oh, maar ik heb wel een paar getallen gehoord, die zijn blijkbaar nu al duidelijk, maar over anderhalve week zijn pas die rapporten. Zijn we wel alweer anderhalve week verder.
dan moeten we ze nog bestuderen en dan moet je erover praten. Dus het, in die zin, het loopt wel allemaal door zonder dat we daar nou een afweging kunnen maken en een besluit over hebben kunnen nemen. Dus ja, we zitten eigenlijk wel in een pressure cooker, zoals dat mooi heet, dat we binnen een maand besluiten moeten nemen. En we weten nu nog niet precies wat de onderliggende stukken zijn. Maar om in uw termen te blijven, de pressure cooker, onder druk wordt alles vloeibaar. Alles vloeibaar. Maar als alles vloeibaar wordt en dan wordt het geen 9 miljoen, maar 10,5 miljoen en dadelijk 15 miljoen. En dan wordt alles vloeibaar, dan doen we het ook niet goed als stad. En dan zal de burger ons niet in dank afnemen.